Wat een begin, jongens. Wat een begin. Oké, laten we hier als eerst naartoe gaan. Oh, nou, laten we naar reactor gaan. Laten we even een goede boy zijn. Oké, use. Oh nee, ik stond voor een dichte deur. Ga gewoon hier kijken. Ja, maar dat doen ze niet, Raichu. Oeh. Is dood, ha. Yo. Wat vervelend. Wat fuckte jij daar? Fuck you. Hoezo wat ik daar? Jij liep gewoon een lijk voorbij. Serieus? Ik heb hem echt niet gezien. Serieus niet. Wat? Ik heb hem gevonden dan. Waar lacht hij? In de reactor. Daar is de reactor, dingetje. Zeg maar waar je zo piep 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 doen. Ik heb maar serieus zo niet gezien. Milan en Aaron hadden samen dat reactor gefixt. Klopt. Wij hebben wel de reactor gefixt. Maar daarna ben ik gewoon meteen weer naar, via Lower Engine naar Electric gelopen. En toen kwam ik daar ook volgens mij Patrick tegen. Ja, klopt. Luke, heb je dat ook gezien? Want volgens mij liep je er ook langs toen wij net wegliepen. Ja, klopt. Ik ging naartoe om te doen en toen was toch klaar. Heb je Aaron en Milan weg zien lopen? Ja, volgens mij wel. Ik heb Milan inderdaad Electrical in zien gaan. Toen liep ik daar. Oké. En ik ben daar nu met Stephanie. Dus niemand weet eigenlijk waar Aaron... Wie Aaron dood had gemaakt. Geen idee. Nee. Ik heb echt wat extra moeite met even onthouden dat Shaylin Octo is. Ja. Ze hebben dezelfde kleuren en accessoires. Ja, ja precies. Precies, ik doe mijn best. Ze proberen vanaf nu hetzelfde te houden. Dus, ja. Ik weet ook even niet meer wie er bij mij is. Ja, ik dus Octo. Ja. Ik moet misschien een langere neus fixen. Ja, ja hangt of, dus. Of een klarinet of zo. Ja, inderdaad. Ik zal zo even kijken. Mag ik dan mayonaise? Maar wel goed, we weten we niet verder. Nee, ik heb geen idee. Skippen dan maar. Ja. Ja. Oh, ik wou eigenlijk op sommige klikken, maar... Ja. Is hij trouwens? Nee, die komt straks. Oh, komt natuurlijk wel. Ja. Ja. Goed. Hoe gaan we dit fixen? Download, het is dat ik hem niet kon killen, maar dat betekent dus dat er een card swipe is. Want zij stond hier bij de card swipe. Oh ja, hier staat ook admin swipe card. Oké. Zip, zip. Zip, zip. Ja. Dat was Steve. Heel goed dat ik nog niet kon killen, anders was ik alweer genaaid geweest. Oh. Ik denk dat ik eraan ben. Steve! Oh ja, ik heb Steve niet gevonden. In waar? Electrical. Oh, daar ben ik net langs gelopen toen ik naar de reactor liep. Ja, ik heb er ook. Ik liep daarheen en toen zag ik haar erin lopen. En... Twee mensen, ik zie maar eentje met een kruis. Octo is ook dood, toch? Ja. Octo oh, dan is hij waarschijnlijk net vermoord toen die andere werd gerapport. Oké. Want voor mij is er geen kruis doorheen. En ik kan ook nog op Octo stemmen. Oh lol. Oh. Bij mij is er wel een kruis erheen. Ja, mij wel. Zeer nuttig. Maar iemand maar iets? Ja. Hoe wist je dan dat er twee dood waren? Dat zei ik. Ik dat zei je. Nee, oké. Oh, okay. Ik dacht even dat Nee, dat zei ik. Dat zei ik. Nee, zij zien dat wel. Maar we hebben twee impulses, hè? Dus, dat klopt. Op zich moet er wel iemand uitstemmen. Ik heb echt geen idee. Ja, anders wordt het heel lastig, ja. Ja, het is wel, want ik zag Patrick en Babushka volgens mij ook bij de reactor. Ja, ik stond al dat Simon zus, of in ieder geval dat
die... Simon 6 te doen. En toen ik zeg maar daarheen liep, zag ik Stephanie in Electrical lopen. Dus zij is ergens in die tijd dat ik naar dingen ben gelopen, reactor, is zij vermoord. Dus en Milan kwam als laatste. En dat klopt wel, dat klopt wel. Ik kwam als laatste en ik ben er langs gelopen. Luke, leef jij nog? Ja, ja. Stopt in navigation. Oh, ja. Dan is Octo verplaatst met Luke op mijn scherm. Aha. Oh. Hè? Ja. Gaat lekker. Dan, grote kans dat je dan misschien dadelijk vastloopt. Want dingen gebeurden ook daar bij mij en dan liep ik daarna kreeg ik zo. We moeten stemmen. Oh, op wie? Op wie? Luke? Op wie dan? Luke? Op naar mij. Luke, waarom nou weer op mij? Luke. Ja, ik kan niet op Luke stemmen, heel leuk, maar... Oh, ik was te laat. Ja. Oh, sorry Luke als je het niet bent. Oeh, nu wordt het wel een stukje lastiger. Als we nou niet meer leven... Oh, we leven nog, dus daar was het wel. Oeh, de dingen gaan ook hard. De tasks. Ik had het beter kunnen laten gaan, misschien. Oh, ik wou net naar emergency meeting lopen. Ik werd echt overal opgesloten. Ja, ik ook. Ik stond ook echt... Oh, jee. Ik had er ook op een gegeven moment last van. En gelukkig kon ik uiteindelijk doorlopen, want in security lag het body. Bij de camera's, zeg maar. Waar je naar de camera's kan kijken. Maar ja, ik heb niemand daar vandaan zien komen, dus. Maar waar was iedereen? Ik was met B opgesloten en ik wou nu naar de emergency button lopen. Want ik wist niet wat ik moest doen. Ik denk, ja, zo meteen is de tijd voor mij. Maar ik heb al mijn taken gedaan. Ik volgens mij ook. Ja, ik weet het niet helemaal zeker. Ik was hier onderwijs met de laatste bezig. Dan is er een ghost die nog een taak moet doen. Ja. Of die van jou is nog niet af. Dat kan. Maar die van mij zijn helemaal af. Wat was je laatste? Mijn laatste was in... niet upper engine, maar lower engine. Die fuel, zeg maar, vullen. Dus in storage moet je dan zeg maar zo'n jerrycan vullen. En dan in lower engine moet je zeg maar dan die engine vullen, zeg maar. Sas, waar ging jij heen toen onze wegen scheiden? Ik ging naar electrical, want dan moest ik nog twee dingen doen. Waarvan ik er al eentje heb gedaan. Ja. En de andere dus nog moet doen, denk ik. Ja. Volgens mij wou ik die net doen en toen was het dead body. Ik vind het erg lastig. Oh. Ik zit echt te twijfelen. Zelfs wat denk jij? Ja, ik denk dat het Milan is om een of andere reden. Waarom denk je dat ik het ben? Omdat wij samen waren. Ja. Ja, maar zijn jullie de hele tijd samen geweest? De ene bijna is wel, een, ja. Vier, nou, wat doen we, Celine? Wat doen we? Ja, doen. 1, 0... Sad. Oh, als jij het nou bent, Celine. Nee, ik ben het niet. Nee, ik ben het. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because... Die kill cooldown is veel te lang. Ja. Ik kan echt niks. Dat was niet te doen. Hij is 45 seconden of zo. Ja, dat is lang. Ja, maar het moet wel wat minder zijn. Als het wat sneller is, dan kunnen jullie alles. Ja? Yes. Oh, weet ik. Misschien... Oké. Succes, Amy, als je nou de imposter bent. Heel veel succes. Mijn doggo. Oké, wat gaan we als eerst doen? We gaan eerst O2 doen. Administratie. Nou... Godsamme. Mag
Ruska was niet. Dat is echt zielig. Dat is inderdaad wel erg lullig. Oh, en ook nog Stephanie ook nog. Nee, dat is iets minder zielig. Als je een spookje bent, je kan ook opdrachten doen als spookje. Ik denk dat ik met zekerheid kan zeggen dat het Aal niet is. Want die liep achter mij toen ik het body zag. Ja, maar Stephanie is wel dood. Dus, ja. Dat is het vaak wel Aal. Waarom zou die helemaal een rondje lopen om vervolgens weer langs de body te lopen? Dedication. Ja, hoe heet het? Net zoals bij mensen die dingen in de fik steken, die komen altijd terug om te kijken. Oh ja. Wie heeft er samen met, samen met Sponge komst gefixt? Ik. Ja, maar wat de fuck moest ik eigenlijk doen? Ik wist het niet. Ik zat een beetje aan het draaien. Je moet de klok draaien, zodat hij zeg maar dezelfde lengte heeft. Die... Maar Luc, welke kant ging jij vervolgens op? Naar links, denk ik. Hoezo? Ja, dat is een belangrijk antwoord. Oké. Want ik ben Luc, ben jou één keer tegengekomen? Ja, op het laatst zag ik Luc admin inlopen. Dat klopt toch? Ja. Nee, maar het was dus omdat de body net onder navigation ligt. Oh, zo. Okay. Nee, daar is Luc niet naartoe gelopen vanuit... Nee, oké. Okay. Dan heb ik geen flow day. Nope. Ja, dat ding niet. Oh, wacht, nou snap ik. Je vroeg van welke kant ik op liep, maar ik dacht dat je over het knopje had van die radio. Oh. Ik dacht naar links, maar ik ben ook al naar links gelopen. Ik dacht, ik zat wat vaak er nou maar uit? Goed. Maar skippen dan? Geen idee. Ja. Tenzij iemand een geniale ingreep heeft. Ik denk dat we maar van de helft weten waar ze zijn. Zoals Sponge en Patrick hebben het helemaal niet over gehad. Nee, Sponge was met mij. Ik ben alleen geweest. Sponge was nog bij Koms achtergebleven, want die zat helemaal uit de vogel hoe dat moest. Ja, klopt helemaal. Patrick? Ik was van iedereen bang aan het wegrennen. Suspicious. Alsof jij ooit bang bent. Luc stond daarbij. Hey. Ja, we zijn met 6 doen. Milan, waarom de fuck loop jij weg van de reactor? Omdat we nog met 7 mensen zijn en ik dacht van, er gaat vast wel iemand naartoe. Ja, maar als je er zo dichtbij staat, dan loop je er toch niet van weg. Kijk, als maar dat is toch niet dichtbij? Dat is toch niet dichtbij? Bij liep weg van electrical. Dat is echt letterlijk ernaast. Ik liep niet weg van electrical, ik liep weg van storage. Bruh. Nee, helemaal niet, want daar stond ik. En je kwam vanuit de elektro, kwam je lopen. Of ja, die kant op, zeg maar, uit die gang. Oké, kan iemand dit verder nog bevestigen? Nee, want ik was in reactor met Octo. Ja. Ik heb hem gefixt. Nou, ik heb oprecht gewoon dat niet gedaan, omdat ik dacht dat het is vast wel iemand die het doet. Nee, ik vind het echt een onzin verhaal. Als je zo dichtbij staat, dan ga je echt niet weglopen. Dat mag. Waarom zo agressief? Ja, dat vraag ik ook. Ik ben een agressieve jongen. Ik heb gespeeld. Maar ik denk niet dat hij het is, omdat hij de vorige keer ook al in de buurt bent. Ja, maar dat maakt echt niks uit. Ik heb echt meerdere keer achter elkaar mensen gewoon 10 keer gewoon de imposter zijn. Ja, het is hele rare RNG hier met deze game. I know. Nee, dat bedoel ik niet. Dat bedoel ik niet. Ja, dat bedoel ik wel. Kom op jongens, weg van Milan. Dat mag. Dat mag, maar ja. Niet omheen lullen, gewoon actie. Nou, stemmen jullie op elkaar? Ga ik skippen, want... Ja, ik heb geskipt. Ik heb niet op Luc gestemd, ik heb gewoon geskipt. Oh? Ja. Ik denk niet dat het niet is. Is goed. Chillen jij ook? Oh, Aaron. Aaron is het. Ja. Wacht even. Bedankt. Waar is ze nu? Godsamme. Nee. Lang. Dat is die van een menu. Oh jee.
erop. Dat was veel te ver weg. Lekker. Ik stond echt aan de afstand. Nee. Heel gek, had je. Zo jammer dit. Je was bijna niet eens meer in beeld bij mij. Ja, helemaal niet. Ik stond achter je. Eindelijk. Oh, even muten. Oh, dat is snel. Dit is heel kut, want ik heb iemand voorbij zien komen lopen, maar ik weet niet wie het was. Waar ben je? Ah, serieus? Maar ik durf... Ook niet kleur of zo? Ik dacht wit, maar ik weet het niet zeker. Waar ben je? Waar ben je? Ja. Waar ben jij? Ik ben bij Navigation geweest en nu bij O2. Ik heb hem echt net voorbij zien lopen. Kut, wie liep er nou langs? Ja, niet wit. Good job. Waar is iedereen geweest? Weet je wat voor gevoel ik heb? Dat dit een per ongeluk een self-report is, dat het niet de bedoeling was, maar dat het eigenlijk wel gebeurde. Nee, ik heb de wires gedaan en toen liep ik naar rechts toe into de admin om daar call swipe te doen. Amy, voor wie heb je gevoten? Volgens mij heb je een groene button op iemand geklikt. Ja, echt. Amy. Hoor je mij? Ja. Ik heb dus op skip vote gedaan nou. Oké, ja, dat kan. Amy is snel. Maar ik weet nog steeds niet waar het lichaam gevonden is. Nee. In admin. We waren net echt met z'n vier in admin en waren toen allemaal... Maar wie allemaal? Ik, Steve, Sponge en nog iemand. Dan denk ik dat Sponge is geweest, want het was een lichte kleur. Het was wit of geel, maar ik weet dus niet zeker welke ik was het niet, want ik ben er niet geweest. Nou nee, ik liep net Navigation in toen Milan eruit liep. En Steve was er ook, dat is ook een lichte kleur. Ik ben al weg voordat Babushka weg was. Dan ga ik voor Sponge. Ik ben nou van mij! Ik liep van achter Babushka mee weg! Ja, we liepen wel achter elkaar aan. Ja, maar als je zo goed stel met het neer had en snel wegliep, dan... Dan denk ik dat het... jongens. Ja, nog 10 seconden. Ik kan ook gewoon venten. Wat doen jullie? Ik heb geskipt. Ik heb ook geskipt. En we taal verliezen elke keer, hè? Ja, maar je hebt nog geen knooppunt hakken. In plaats van dat je vergeet wie je gezien hebt, dan waren we een stuk verder geweest. Nee, maar het was een lichte kleur, het was wit of geel. Ik was het ook niet. De Octo staat nog steeds hier, oké. Jongens, voordat ik dit zeg, ik zag van Bushka uit de vent komen in map B. Ja, en ik zag Steven hier venten. Dan zijn we uitgespeeld. Wacht, je hebt me helemaal niet zien venten, dat kan niet. Nou, ik zag jou wel in mijn ooghoek, zag ik jou venten. Jij was hier niet meer. Dan heb jullie niet gekeken, want ik was er gewoon. Je hoort gewoon de lachen door de stemmen. Nee, je was er niet. Ja, ik lach vanwege ongeloof. Ik ben nu bij Storage eronder. Ik stel op Stephanie. Yo, ik stel op jou, Aaron. Fuck jou. Nee, want ik was rechts daar een admin, dus ik heb de hele tijd gezien wie er bij Storage was. Doe eerst Stephanie dan? Ja, Stephanie. Eerst even naar Babushka. Waarschijnlijk is het dan of Octo, of je bent aan het liegen, of je bent gewoon... Ja, ik ben nog een beetje, Stephanie. Ik ben gewoon heel verdrietig. Ik ben niks aan het doen. Als er zo één iemand bij de tafel blijft staan en de rest allemaal de dingen gaat oplossen die Babushka... Nee, als allemaal bij de tafel blijven staan, kun je niet dood. Nee, dan kan je niet dood, maar dan kunnen wij zo toch niet verder. Ja, shit, als we gesabotaged worden, dan weten we wel.
Oké, wie had het ook weer gezien dat Babushka gefant was? Ik, hè. Okay. Dat was echt waar. Ik was echt 5 meter van je vandaan en toen klikte iemand op die emergency button. Wat? Nou ja, ik kan er toch niks voor verzinnen, maar ik kwam inderdaad uit een vent. Hij stond op de med scan en ik was echt... Ik had mijn muis op die killpoort en toen was het emergency. Nice. The shame. You fucked up? Ja, dat is dat kut. Hey, me stemmen. Oh ja, lekker foto stemmen. Ik heb echt geen idee wat ik aan het doen ben. No, I didn't do anything. Bruh. Wat? Wat? Huh? Nee, weet je het? Motherfucker! Dan was het geen Stephanie. Hè? Kurwa. Lucan, what the fuck? What the fuck? Ik snap je, ik kan. Redden! Nee! Oh. Nee. Ah nee, het is Sponge. Ja. Ja, ik dacht het al. Godverdomme. All around me are familiar faces. Worn out places, worn out faces. Waarom gaat niemand mijn ding zoeken? Mijn body. Kom op, Lucky, kan. Vertrouw ik. Naar links. Ja. 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 Daar komt mijn body. Ja. Lag bij de lower engine. En ik denk dat het Octo is, want dat is degene die niet bij ons in de buurt is geweest de hele tijd. Nee, echt, niet. Of het is ik Amy. Ik was nu bij Aaron en Sponge. Ik heb niks gedaan. Ik heb het bij Amy, Aaron en Sponge gestaan en die zijn daar niet in de buurt van geweest. Ja, ik was op de camera's aan het kijken, daarom was ik niet bij jullie. En het klopt inderdaad dat jullie bij elkaar waren. Ik denk dat het Octo is. Ik zeg Octo. Want één dingetje, het was wel heel vreemd. Ik, Aaron en Milan bij de camera stonden te kijken en elke ging dan die dingen uit. Ja, precies. Welke dingen gingen uit? De komst. Was wie trouwens zijn taken niet afmaken, want het duurt al heel lang. Ja, ik ben al klaar. Op wie hebben jullie nou gestemd? Ja. Octo. Nee, waarom? Nee, ik ben het niet. ik skip hem. Ik ben hem niet. Dat was de enige die niet bij ons was. Succes, guys. Ik was hem niet. Dit potje echt. Ja, dat is Sponge. Ja, dat kan wel een emergency button aan. Waarom is het niet Aaron? Het is altijd Aaron. Omdat Aaron bij mij stond. Die ja, wij gedaan. Stonden de hele naast elkaar. Oh, dat is kak. 5. 4. Ik vind dat je nog heel 3, lang hebt volgehouden. 2. 1. Ja, ik had je al een kwastje op het spoor, maar... Shit, ik zit erbij op het kruisje. Suicide. Ja. Maar ik was al heel snel mijn Babushka kwijt. En ik dacht... ze kwam de hele tijd niemand tegen. En ik zat echt... Waar de fuck is iedereen? Ja, dan is die kill dingen wel lang. Ja, nou, met zo, als je boven de 8 mensen zit, dan wordt het wel nog moeilijker.